Universiteit van Middelbeers en Permanent Beta. Deze middag is ontstaan eigenlijk door een samenwerking van Jan Henk en mij een tijd geleden. En bijvoorbeeld de dingen waar we mee bezig waren. We hebben hier op acht basisscholen in Amersfoort hebben wij samen workshops verzorgd. En het ging eigenlijk een beetje over van, ja, hoe moet je nou als basisschool inspelen op die enorme verandering in de samenleving. Dat betekent dat ook het gebruik van sociale media was daar een onderdeel van. Nou, op een gegeven moment kwam ik een artikel tegen over die enorme verandering ook in de arbeidsmarkt, waar ik natuurlijk ook mee te maken heb. En vanuit mijn eigen universiteit en mijn eenpersoonsuniversiteit, een puntstelling voor hoger onderwijs, ben ik altijd bezig om rond mijn eigen vragen situaties te organiseren waarin leren voor mezelf. Ik heb een mailtje rondgestuurd naar wat mensen die, ik dacht, hey, die zitten vast ook op deze vraag. En toen kwam eigenlijk het idee van, hey, zullen we het permanent beta doen? Dus ik ben ook erg blij dat permanent beta host, ja, mega host wil zijn. Ja, dus, en vooral, kijk, permanent beta is opgezet en we noemen dat net, zie je misschien terugkomen, bridging brain tech en culture. En er gebeurt heel veel onder de technologische vooruitgang. En ze hebben het over exponentiële groei van technologie, dus het gaat alleen nog maar harder. En dat is heel erg goed, daar kunnen we heel veel voordeel aan hebben. En daar kunnen we rijkdom door krijgen, naast wat we al belangrijk zouden vinden, maar heel veel nog wel. Maar het doet ook wat met onze maatschappij. En jouw mailtje kwam daar op tijd, dat ik dacht van, ja, wat is er nou gaaf? En dat is permanent beta ook, een bridging brain tech and culture. Om eens te kijken, kan je denkkracht bij anderen mobiliseren om zelf daar weer wijs van te worden. En misschien kunnen we wel steentjes in vijfjes gooien om te kijken hoe we dingen anders zouden kunnen doen als die al anders zouden moeten. Dus daarom hebben we eigenlijk gezegd, hè, dit heet Toekomst van Werk, samen op onderzoek. En daar gaan we vandaag aan mee starten. Misschien nog heel even kort de schets van het programma. We hebben eerst de 8 speed talks, allemaal kleine presentaties van 10 minuten. Die ook allemaal eindigen met een onderzoeksvraag, zeg maar even. Een vraag om daarna, na die talks, met elkaar in dialoog te gaan. En daar hebben we een beetje een werkvorm voor die ik de Creative Community Café heb genoemd. Een beetje gebaseerd op met z'n allen rond de tafel zitten en eens wat brainstormen en ideeën uitwisselen. We proberen daar ook wat antwoorden uit te distilleren die we dan aan het einde van de middag ook presenteren. Het programma loopt dan het officiële deel tot 4 uur en daarna is het nog tot 5 uur gelegenheid om misschien nog wat acties te smeden of weet ik het wat. Maak gebruik van het feit dat je hier elkaar kunt zien, voor zover dat mogelijk is. Ja, en iedereen heeft eigen ideeën en visies en meningen. We hebben het over basisinkomen en de een zal dat misschien fantastisch vinden en de ander misschien helemaal niets. Hè, wat is gratis geld? Kan dat dan wel? Nou, dat gaan we allemaal maar ontdekken of dat ook daadwerkelijk is. Maar met respect voor elkaars meningen en inzichten, hè, probeer de dialoog op gang te houden, dat het niet een discussie wordt. Want dat stopt af vaak. Probeer de dialoog open te houden, zodat je er samen wijzer van wordt. Ja. Ik stel voor dat we gewoon meteen gaan beginnen. Laten we gewoon eerst even wat onze gedachten wat op gang brengen met een aantal sprekers. We hebben er dus 8. En de eerste...